Hallo, ik ben Maud. Ik ben hier namens de Ideeënbank Groningen. En we zijn hier op bezoek bij een langlopend burgerinitiatief. En de vraag is, hoe hou je daar nu het energie van vast? Of hoe borg je dat duurzaam? En daarover gaan we het hebben met Gerard Vonk van de Oranje Huiskamer in de Oranjewijk, gemeente Groningen. Kom verder. Hey Gerard, hi. Fijn je te zien. Zelf om even met elkaar te praten. Ja. Nou Gerard, bedankt voor de uitnodiging. Waar zijn we hier en hoe lang bestaat het al? Nou ja, wat het is. Dit is het, hè. Een leegstaand winkelpand, al jaren. En op een bepaald moment kregen wij dat in de gaten. En wij waren van plan om echt een mooie ontmoetingsplek te organiseren hier in de wijk. Zodat mensen hier een kopje koffie konden drinken, een krantje konden lezen, elkaar konden ontmoeten. Dus wij hebben aan de Jumbo gevraagd, kunnen wij hierin? De Jumbo was ook heel enthousiast. En vanaf 1 december 2018 zitten we hierin. En hoe zorgen jullie ervoor dat je de energie en het enthousiasme vasthoudt? Ja, nou, aan de ene kant door heel duidelijk te zijn in onze regels. Hè, respectvol met elkaar omgaan. Je moet het allemaal zelf organiseren. We roken hier niet, we drinken hier niet, geen huisdieren. Maar voor de rest kan alles, mits je je aan die basisregels houdt. En verder zorgen wij ervoor dat iedereen weet wanneer hier wat aan de hand is. We hebben een website met de agenda erop. We sturen regelmatig een nieuwsbrief de deur uit. We organiseren regelmatig middagen waarin we weer nieuwe ideeën ophalen. Zo zorgen we ervoor dat bewoners eigenlijk voortdurend hiervan telkens op de hoogte blijven en denken, oh ja, we mogen weer wat nieuwe dingen doen. Ja. Mooi. Ja. Ik heb gehoord dat dit prachtige initiatief gaat stoppen. Hoe nu verder? Hoe zit dat? Ja, en hoe nu verder? Nee, inderdaad, dit houdt op te bestaan. Het was vooraf al duidelijk. Dit is een onderdeel eigenlijk van een winkel en de winkel gaat uitbreiden. Dat zou al eerder gebeurd zijn, maar dat gebeurt nu pas. Nou, we hebben dus een hele tijd ervan kunnen genieten. En ja, nu hebben wij ervoor gezorgd dat het buurtcentrum wat hier ook is, dat dat meer opening heeft voor de bewoners. Dus daar kunnen bewoners meer naartoe. En we proberen er ook voor te zorgen dat meer panden hier in de buurt af en toe iets leuks doen. Nou, een leuk voorbeeld is dat er binnenkort een expositie komt, de dagen voor Koningsdag. En die expositie die vindt dan op 6 verschillende locaties plaats. En je kunt dus via een wandeling kun je van het ene pand naar het andere pand lopen. Leuk de schilderijen, de beelden zien. En dan kan je dat afsluiten met een gezellig oranje bittertje in een plek hier in de wijk. Ja, en de etalage die leent zich daar natuurlijk ook geweldig voor zo'n expositieruimte. Ja, dit is toch een geweldige locatie. Hè? Je zou hier eigenlijk altijd willen blijven. Maar het is ook goed dat we weer wat anders doen. De energie moet je volgen en je moet niet in een pand blijven zitten omdat het zo makkelijk is. Bedankt Gerard dat we hier mochten zijn. Heel veel succes voor de toekomst met alles wat jullie aan het ontwikkelen zijn. Graag gedaan. En wat we nu van Gerard geleerd hebben in de Oranje Huiskamer is het vasthouden van de energie in je burgerinitiatief. En daarbij zijn denk ik 2 dingen heel belangrijk. Namelijk, ga tijdig op zoek naar de borging van je project als het moet ophouden te bestaan. Of begin een nieuw project. En het tweede is, communiceer duidelijk met je achterban. Welke activiteiten gaan door en welke moeten helaas via een andere weg gevonden worden. En heb je nou zelf een goed idee en heb je daar ondersteuning bij nodig of bij de borging van je initiatief, neem dan vooral contact met ons op. ideeënbankgroningen.nl